kever! We hebben een kever, jongens! Een kever? Een kever! En we gaan racen in de kever in 3, 3, 2. Ik timde het zo verkeerd. Let's go! Oh, je denkt ook je gast weg, maar dit ding is zo slow. Nou, jongen, er zit wel een dikke V8 in, hoor, vriend. Nou, heb je slipstream? Weet ik niet. Ik denk dat. Jawel, ja. Nou, ik denk dat er geen V8 in zit. Santino, waarom ga je opeens. Nee, V9. I'm weaving, man. Hij probeert je zo! Doei, oh, Santino! Heel goed. Doei! I was weaving on the straight. You were weaving. Lekker de weave. Oké, nou, in ieder geval, ik sta dik eerste. En ik ga deze race winnen. Kom eraan. En jullie mogen in de comments raden wie de DNF krijgt tegen deze race. Ik ga dit keer voor Torben. Wat? Ik denk Santino. Ja, ik denk dat toch voor Santino. Ik ga toch voor Santino, denk ik. Oh, moeten we gaan parcouren met dit ding? Nee, dit is geen parcours, denk ik. Ik heb echt geen flauw. Oh mijn god, slipstream. Wat denk jij hier? Tegen een plantenbak, vriend? ik crash ook. Oh, en ik zit ook zo opgevouwen dat ik moet respannen. Oh nee, ik wou Santino pakken, maar ik keek precies verkeerd op de naam. Oh, nee. Wat gebeurt nou? Een bootje? Boot? Oh, je transporteert weer. Ben je een boot? Ja, ik ben een... Transformeert, sorry. Transformers. Huh? Ik kom maar aan. Oh, dit is zeker zo'n auto die op het water kan... Oh, nee, huh? Wat zo. Maar... Wat is dit? Moet eerst deze kant op. Doe ik het nou wel? Jawel, ik doe het wel goed. Nee, je doet het. Oh, Jesse, jij doet het zo goed. Oh, ik ben zo jaloers op hoe goed jij het doet. Ja, echt, hè? Nee, ik ben ook zo jaloers, Not. Ha, doei. Zo jaloers. Wie zit er achter mij? Ik weet niet hoe, ik heb Jesse wel echt gewoon ingehaald. Hoe dan? Oh. In mijn Torben. Ja, gewoon. Oh, hallo. Oh. Maar, alsof het ding scheef maar weet je hoe dit werkt, Torben? Ja, gewoon doorgaan. Oh! Doei, Torben! Doei, Torben! Doei! Oh, je moet met hoe doe je dat? Dit cave moet je wallrijden, maat. Meen je niet? Ja, nee, het is heel makkelijk. Ik dacht dat hij dat automatisch deed. Nou, Torben weet dus niet hoe het werkt. Je moet een knopje drukken. Zeg je joystick of zo. Denk het. Joystick. Oeh, die wallride is lijp. Maar die wallride gaat automatisch. Ja joh, die is super makkelijk joh. Kijk mijn kiever, ik ben een stunt kiever. Ah, en ik crash. Lekker. Yes, you do enough. Yes, you do enough. Nee, maar jongens, het zijn drie rondes, dus er kan echt nog van alles gebeuren. Dus ga nou niet stressen. Santino rijdt gewoon dik eerste. We moeten Santino even DNF geven, Torben. Hoezo? Hoe wil je dat doen, gozer? Hoeveel zitten we van de ronde? Hij kan nog misschien ergens falen als iets moeilijker wordt. Ja, ik hij is echt het. Ver weg. Jezus, maar het is geen hele moeilijke race volgens mij, dus het is gewoon een kwestie van doorgassen. Wat gebeurt hier? Oh, hij is gefaald. Word ik nu een vliegtuig of zo? Wat moet hij? Gefaald. Huh? Ik ben niet gefaald. Gewoon dat. Hij moest iets doen. Ik teleporteerde, jullie ook? Ja. Ik teleporteerde, maar ik ging onder water en dood. Lijpe shit, ben je dood? Ja, okay, ik heb ogen op Santino. Oké, pak hem. Pak hem. Ben jij daar niet dood? Torben, hou hem tegen, hou hem tegen. Ik ging niet dood, nee. Ja, ga ik weer teleporteren. Ik ben niet zo lijp. Ik ben nu weer die boot. Ik zie hem! Pak hem. Ik weet dus niet welke knop. Welke knop moet je gebruiken, Jess? L3. Maar je hebt het net toch ook al gedaan? Ja. Nee, ik had gerespawnd. Oh, je had gerespawnd. En toen werkte het. Je moet L3 klikken. Maar zit Santino heel ver voor je? Ja, een beetje. Als we Santino deze race maar pakken, dan vind ik het helemaal goed. Ik denk 15 seconden of zo. Ik ben keihard aan het vibe hier. Oh nee, ben ik nou weer die cave... Oh, dan zie je zo'n plaatje van een auto, dan denk je... Oh, ik zie dat auto, je volgens mij niet de beste landing cave. Had. Niet? Ik ook niet. Haha, je ook niet. Zo ging ik precies, het hoor. Ja, omdat je zelf wou bijsturen, terwijl je dat waarschijnlijk niet had moeten doen. Maar we rijden op zich best wel dicht achter elkaar, hè. Oh, ik crash. Je moet dadelijk niet bijsturen. Nee, hè? Ik ben inmiddels al gecrashed en noem ik respawnen. Oh, hey, Torben, zit jij nu in de spacebuis? Ik ben wel even goed aan de space hier. Die buis is raar, jongen. Die was even heftig. Nee, spacebuis. Kan je ook een looping in de spacebuis doen? Is dit weer level 2, Spino? En nu wel, ja. Oh, ik zie hem, jongen. Hoe ver staat hij maar? Hij is 8 seconden voor. Maar dan is het geen hele moeilijke race. Joh, dit is echt knijpermakkelijk. Jongen, ik sta lijpachtig, gek. Het is gewoon knijpermakkelijk. Ik sta 23... Wat is dit nou weer?
Ik zit 23 seconden achter op Santino, maar waarom teleporteer ik de hele tijd? Ik weet niet. Omdat dat moet, yes. Oh, ik nee. Ik vraag me af of ketchup aanstaat, volgens mij niet. Of ik bedoel... Ketchup. Ja, ketchup. Ja, weet ik ja, niet. Want ik ga niet bepaald hard. Nee, ik loop niet in op Santino of zo. Nee, ik ook niet. Nou, petities. En we weten Santino allebei, Santino, Santino is niet heel snel. Nee. Santino moet wachten, wat denk je zelf? ik zweer het, wij nog denken dat Santino DNF gaat krijgen, dan zet gewoon de hele race eerst. Het kan nog, het kan nog. Maar, als hij nog een keer doodgaat door dat water. Maar ik loop gewoon niet in op Torben. Ja, wel, ik ben net gecrashed, waar jij nu bent. Daar crash jij ook, ja, ja, ik ja, zie ja, precies. Ja, omdat je sneller wil zijn, ja, ja, je zat bij die trap. Precies hetzelfde stukje ook volgens mij. Oh, yep. Jij, wat irritant, ja. Jongen. Yep. Oké, nou dan ga ik gewoon voor de fastest lap, vind ik helemaal best. Nou, maar dat houdt me sowieso al niet meer, ja. De fastest lap. Dat kan altijd nog, jongens, don't worry. Maar jullie zitten alweer op het water. Don't worry. Every little thing! Maar op dat water, op dat water kan je volgens mij best wel wat tijd winnen. Ja! Kijk ze rijden, kijk ze varen. Ja, ben ik aan het rijden, Santino? Nee, ze rijden eerst. Nee, ze eerst rijden. Jij bent echt noep. Nee, jij bent noep. Het is zo irritant om Santino de hele tijd te zien. Ja, maar dat heb ik dus ook met Torben. Ik loop ook gewoon bijna niet in op Torben. Het is zo irritant om Torben zijn stem aan te horen. Dat is echt niet normaal. Hey! Dat is niet aardig. Jullie zijn allebei irritant. Oh. Uh-oh. Oh mijn god, ik rijd nu 18 seconden achter op Torben. Waarom? Ik moet respawnen. Dit is echt gewoon... Oh my god. Ik ben gewoon lonely rondjes aan het rijden. Oh my god! Wat? Ik ben Santino voorbij! Nee, Santino voorbij! Ik ben Santino voorbij, ik weet niet wat hij heeft gedaan. Nee, ik landde zeg maar en ik glipte weer net zoals we daar deden toch, hoor. Maar in het water. Oh, ik ga je tarten. Oh! Oh, maar nu kan ik nu Santino inhalen? Ja, je moet ingelopen zijn, dat sowieso. Ja, maar op Santino, maar niet op jou. Nee, tuurlijk niet, hallo. Oh, ik ben wel ik, hè. Als ik hier weer dat ben ik gek. Ja, alsjeblieft, glijd eraf. Hé? Hey? Wat voor voorsprong heb ik gekregen? Hoeveel seconden voorsprong heb jij? Je hebt 4 seconden voorsprong, Torben. 4, ja. Ja, en ik 14 erachter. Keurig, jongens. Keurig. Keurig, man. Precies zoals het hoort, man. Je moet wel even iets meer je best doen, ouwe. Ja, ik doe mijn best! Nee, nu heb ik het. Nee, nu heb ik het! Ben je eraf gesleden? Ik ben dood! Ik ook! Geen water! Oh! Oh yes, oké, okay, dat is fijn dat jij het ook hebt. Hoe kan dat nou? Maar bij welk stukje? Ik wil niet dezelfde fout begaan. Ja, als je daar die buis uitkomt waar je nu bent. Okay. Oh, maar dat is toch raar, pik? Hoe ben je er dood gegaan? Als Jesse niet dood gaat, dan is hij zwaar ingelopen. Ik ben niet dood. Nee, ik zit op het water nu weer gewoon. Ja, je bent dan echt zwaar ingelopen. Ja? Ja, oh mijn god, ik zit nu 5 seconden achter Santino. Hoe kan dat hoor? Ja, I don't know, man. Santino. Misschien is het water dan net te hoog of ja, zo. Ja, dan is het water te hoog. En dan, als je met je auto onder water komt, dan ga je dood. Er staat toen nog bij het water een kever. Ja, maar je kever kan toch niet onder het water? Nee, dat begrijp ik. Ik moet toch switchen naar dat pauperding? Ja. Pauperding? Oké, wacht. Maar ik... Hoeveel staat Jesse nou? 5 seconden? We staan allemaal 5 seconden van elkaar. Ja, maar als één iemand nu een klein foutje maakt, dan heb je meteen een probleem, yep. Hè? Yep. Oké, kom op. Beter crasht even. Oké, hier moet ik dus. Hier crasht ik net. Ik heb hem net geneeld. Keihard. Oh. Ja, Jesse heeft dat ook. Ja, maar ik draai maar heel goed. Maar ben je zelf bewegen? Je moet niet zelf bewegen. Nee, ik bewoog niet zelf. Oh. Ik ook niet. En ik zit bij de spacebus. Oh mijn god. Santino. Santino. Ja, waarom zit er geen GTA aan? Hoi, ik sta in één keer 12 seconden op Santino. Ja, omdat Santino crasht. Ik zit 3 seconden op Santino nu. Santino, ik kom je halen! Jongens, ik zit in lap 3. Ja? Bijna. Ik zit... Nu... Ik heb nu net zoveel seconden op Santino als dat ik op hem had laatst. Of in de vorige lap. Ik rij op hem. Ik zit 3 seconden achter Santino. Dit is gewoon echt gewoon zo'n Formule 1 race. Ik kan niet in zijn slipstream? Nee. Ik zie hem echt gewoon heel irritant voor mijn neus rijden. Maar ik kom niet in zijn slipstream. Jesse, zet de druk erop. Ga een beetje tegen hem praten. Santino, ik zie je kontje. Oh yeah. Ik kom je... Waarom rij jij nu opeens 4 seconden? Hij rijdt gewoon van me weg. Uh-oh. Maar hoe kan dat? Dat zijn echte keverskills. Nee, maar ik... Jongen, ik heb in het echt een kever. Nou, niet ik, mijn vader, maar... Halen jullie trouwens die bocht niet ook allebei niet, omdat je hem echt als safe neemt? Ja, ik nam hem best wel safe, zeg maar. Ja, ik nam hem ook safe. Ja. Waarom loop ik niet in? Ik loop alleen maar uit. Of Santino loopt alleen maar uit. Hij loopt uit, toch, man? Hoe kan dit? Oh, nee.
Santino, ben jij... Santino, er komt straks een moment, als jij die crasht en ik haal, dan word ik tweede. Ja, nee, het gaat dadelijk om dat doodgaan. Het gaat dadelijk wie gaat dood. Eigenlijk ga ik dood. Ga je dood? Ja, ik denk dat de nummer 1 gewoon de hele tijd dood gaat. Nee, want jij ging ook dood. En jij ging de lap ervoor dood. Ja, maar ik ging ook op de tweede plek dood net. Oh, ik vergat mijn wielen te veranderen. Dat zijn 2 seconden. Oh, dom. Twee seconden hoort dan. Santino, ik zit in je kontje! Het is echt zo fout. Oh ja, Erik, hij is snel! Ja. Hij is snel! Oh mijn god! Joh, en over dat water ging ik echt kapot snel, vriend. Oké, laat me alsjeblieft deze niet falen. Het is gewoon binnenbochtje, buitenbochtje en dan kom je er wel, weet je. Nee! Wat? Nee. Ben je gefaald? Tijd verloren, veel tijd verloren. Oh, lekker voor je. Oh, man, we zitten echt dicht bij elkaar, jongen. Ik vind het niet fijn. Oh, hij heeft een gek. Ja, en ik heb gewoon geen snelheid. Nee, ik faal hem! Ik heb geen snelheid. Oh, ik ruik een DNF van Jesse. Nee, ja. Oh, nee! Ja, ik ga nu sowieso Santino niet meer halen. Ik sta 5 seconden op Santino! Ja. Ik ga echt zo traag. Ja, maar ik moest ze wat respawnen, zo slecht ging. Oké, wacht. Oh nee, dit is nog niet de plek hier trouwens. Zelfs als Santino nu moet respawnen, hou ik hem denk ik niet in, hè? Alsjeblieft, gun mij alsjeblieft. Nee, gun mij. Dit is een hele saaie race, maar ook weer een hele leuke of zo. Wat is er? Ben je dood, Torben? Nee! Ben je dood? Ik ben dood en hij is niet dood gegaan. Yes. Echt? Ja, maar let nou op, want straks elke keer bij die regenboogpijp faal ik hem. Oh, ik ben ook niet... bij die regenboogpijp? Ik ben ook niet dood. Daar falen. Ja, daar glij je weg met je auto. Ben je ook dood, Jess? Nee. Oh, ik ben gewoon genaaid. Oh, maar nu zit ik 8 seconden achter Torben. Torben, als jij 1 fout maakt, hou ik je in, hè? Als jij 1 fout maakt, hou ik je in. Dit wordt nog spannend, hoor, jongens. Ja, zo spannend de race, ik zit erin de derde. Nee, wacht, sure. Want het einde kan nog spannend worden. Hoeveel sta jij? 6 seconden, 8 seconden? Dat einde kan inderdaad nog wel spannend worden. Ja, maar voor dat regenboog, die buis, daar moet iemand even crashen. Ja, ik heb hem geneeld! Let's go! Nee! Ja, maar Torben neelt hem ook sowieso. Yep! Nee! Ik ga weg! Oh mijn god, oké. Okay. En nu ik ga gewoon niet bewegen, zoals Torben zei. Oh, ik zit zo dicht bij Santino! Ik crash hem gewoon weer, hè. Jongen, hoe doe je dit? Zo dichtbij! Maar hij gaat hem wel finishen. Ja? Oh, yes, oké. Okay. Yep. Oh, let's go, come on, boys! En wij nog denken dat... Wat gebeurt er? Nee, gebeurt niks. Oh, wat zit je met de trollen, Santino, jongen? Jesse is gewoon dead. Lijpe teleporteren is. Ik ga misschien nog DNF pakken ook als ik zo doorga. Nee, je gaat DNF pakken. Oh nee, nou wat was dit een spannende race. Ik heb de hele tijd naar jullie billetjes gekeken. Ja, dat was leuk, hè? Zo geweldig. En de finish! Oeh, dat was nog spannend. Not. Maar dit was de video. Klik even hier voor een andere video van mij te zien. Want dan wil je zeker niet missen, want ze gaan elk moment weg. Namelijk in 3, 2, 1...